Anthony Kamerling scoorde in 1997 een grote hit met het nummer Toen ik je zag uit de film All Stars. Nu, 21 jaar later, staat het nummer weer op 1. Dit keer gezongen door Jim Bakkum. Alweer meer dan 20 jaar geleden komt de film All Stars uit en wordt de titelsong Toen ik je zag meteen een grote hit. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Het nummer dat gezongen wordt door Anthony Kamerling staat in 1997 vijf weken op nummer 1 en verschijnt opnieuw in de hitlijsten in 2010. Het jaar waarin Anthony overlijdt. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Als eerbetoon wordt het nummer vaak vertolkt door andere zangers, waaronder Guus Meeuwers, die het nummer zelf ooit schreef. Wij kregen het script en de opdracht maak een liedje. En dat moest toen 29 augustus klaar zijn. En toen hadden we een couplet en een refrein. En hebben we het tracht af te maken en overlegd met Anthony. En toen is het zo gegroeid. In oktober gaat de musical All Stars officieel in première en dus worden de karakters van de serie nieuw leven ingeblazen. De rol van Hero, die voorheen gespeeld wordt door Anthony, wordt dit keer vertolkt door niemand minder dan Jim Bakkum. En dus neemt hij het nummer Toen ik je zag op als single. Ik geef me over, je hebt me, verzetten heeft geen zin. Zijn versie van het nummer komt op nummer 1 binnen in iTunes en hij krijgt niks dan lovende woorden. Ook van de familie Kamerling. Het eerste succes van All Stars the Musical is dus al binnen. En dit is pas het begin. Oh, Jim, gefeliciteerd met die nummer 1 hit. Dankjewel. Onverwacht voor jou ook, lijkt me. Ja. Nou, ik trad zondag op bij de musical singalong, op de Uitmarkt. Ja. En daar deed ik hem met groot orkest en zoals dat nummer natuurlijk gewoon hoort. En gelijk na afloop al stroomden de mooie reacties binnen. Wat natuurlijk al heel leuk is als je op hebt getreden. Buiten je moeders reactie om. Mm-hmm. En de volgende dag klom je echt zo naar nummer 1. Het was echt bizar. Echt heel leuk. Ja, het is een beladen nummer natuurlijk ook. Hè? Omdat het Anthony niet gezongen heeft, helemaal sinds zijn dood. Toen is het ook veel gedraaid. Was je daarvan bewust toen je het inzong? Nou, dat maakt de druk juist extra groot. Omdat het was natuurlijk al een heel mooi liedje. Mm-hmm. En zo'n liedje dat iedereen kent. Mm-hmm. En sinds Anthony's overlijden zit daar natuurlijk nog een extra lading bij. En mensen hebben daar nog meer een bepaald gevoel bij. Dus dat geeft extra druk. En dat was wel extra spannend, ja. En denk je dan van, ik ga er een beetje mijn eigen draai aan geven? Of blijf je er juist helemaal af? Hoe doe je dat? Nou, ik heb gelijk gezegd toen ze dit wilden gaan doen. Ik wist natuurlijk dat ik dit liedje ging zingen sowieso in de productie All Stars. En toen ik hoorde dat we het gingen uitbrengen, zei ik, ik wil qua productie dat het gewoon blijft wat het is. Niet dat we het gaan ver 2018 en ineens een hip beatje erbij. Of het moet gewoon het orkestrale blijven. En ik breng met mijn stem iets anders dan wat Anthony brengt. Dus wat dat betreft is het natuurlijk al anders. Maar ik wilde zoveel mogelijk bij het origineel blijven. Dat is het allermooiste. Heb je nog de behoefte gehad om het misschien bij Isa Hoes te checken? Die met Anthony getrouwd was. Of het wel oké was dat je het zou gaan zingen. Dat je een soort goedkeuring zou krijgen. Ik ken Isa niet goed. Ik heb haar een paar keer wel ontmoet. Maar ik kreeg op Twitter, nadat ik een teasertje online had gezet, toen ik het opnam, een hele lieve reactie van haar dat ze het mooi vond. Die zien we het. En toen dacht ik van, fijn, dat scheelt. Wat is het met dat liedje dat het altijd weer een hit was? Ja, niet altijd natuurlijk, maar als het goed wordt gedaan, dan is het ineens een hit. Goed liedje. Ja, maar waarom is het zo'n goed liedje? Wat is dat? Het raakt. Er zitten bepaalde akkoorden in wat mensen raakt. En sinds Anthony's overlijden is het natuurlijk zo'n beladen liedje. Geschreven door Guus Meeuwers ook. En die schrijft gewoon ook hele mooie liedjes. Ja, zeker. Ja. Je hebt gelijk, Peter. Ja. Wanneer is de première van de musical? De première van All Stars is 14 oktober in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Oké, spannend. Nou, de eerste hit is in ieder geval binnen. Nou, ja. Ja, ik